Timber. Hansko. Goede voorzet, Hansko. Daar is Ueda met het doelpunt, maar het is buitenspel, denk ik. Of stond Kersten daar nog? Dan is het 1-0. Vlag blijft omlaag. Hele goede voorzet van Hansko. Vaak ingeschakeld als aanvaller in deze eerste helft. En niet buitenspel, want inderdaad, Kersten staat daar nog. Geertruida. 5 minuten nog tot de rust. Timber van richting verandert. Het is 2-0. Geen enkele kans voor Schendelaar, omdat die bal dus onderweg van richting wordt veranderd. Timber weer goed. Stengs. Het is wachten op de derde. Is dit dan een overtreding? Nachtegaal fluit niet. Videoscheidsrechter zal dit nog wel even onder de loep nemen. Stengs begrijpt er niets van. Wordt hij daar op de voet geraakt? Jazeker. Zo is het heel duidelijk te zien. 100% penalty. Santiago Jiménez. Hij wel. En 3-0. 18 goals in de eerste seizoenshelft. Dit is pas zijn vierde in 2024. Belen en Trauner zijn mee naar voren. En bij de tweede paal binnengewerkt. Daar is hij, Geertruida. Het is 4-0. Misschien wel de grootste gangmaker na het feest bij de bekerwinst van Feyenoord. Nog een goal. Ja. Weer Jiménez. 5-0. Het is een hele fraaie actie van Santi Jiménez. Wel van richting veranderd nog. Zijn doelpoging waardoor Schendelaar helemaal kansloos is. Het laatste fluitsignaal klinkt. Het was een memorabele avond uiteindelijk toch. In de Kuip waar het legioen al afscheid nam van Arne Slot. En oh ja, Feyenoord won ook nog van een gewillig slachtoffer. Het wordt uiteindelijk 5-0.